Wit hoofd hier, zo geel. Oké. Okay. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Jamie en ik zit in de trein met Jamira. En ze maakt een selfie hier. Helemaal niet. Wat is dat? Wat ben je aan het doen? Je zit echt zo. Ik was aan het kijken. En we gaan vandaag naar Amsterdam toe. We gaan vandaag naar TPVY. Daarna gaan we naar stad. Daarna gaan we naar de YouTube meeting. En daarna gaan we naar lekker ook. En daarna gaan we lekker pleuren op de schaatsbaan. Ik weet niet eens of ik kan schaatsen. Laat even weten hieronder in de reacties of jij kan schaatsen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nee, jij ziet lekker uit in dat raam. Hey, laat maar lekker met mijn alien hoofd. Dit met je opa's arm. Kut king. Oké, dus dat gaan we nu doen. En we rijden zeg maar nu hier. En, ja, dat is ook echt interessant om een brug te zien. Ja, echt hè. Dus, bij deze ga ik jou even adieu zeggen. En tot zo. Nou, we zijn er dus nu bij Global. En ik ben met... Kiara. Zo, je bent fucking wazig, kill. Oh. Sylvana. Niemand mag haar. Oké. En Jimmy hier. En we zijn hier bij Global aan het wachten. En daar zitten ook nog twee meisjes. Mannetjes? Zijn dat mannetjes? Nee, ik zei meisjes. Dat zijn. En we hebben net een warme choco op. Jamira had ook besteld, maar die heeft ze niet gehad. Ik heb net een kaasbroodje gekocht met cheese. Ga terug. En we zijn nu aan het wachten op Noor, Amber, Zoe en Sarah. En waar? Nee joh, dat is Kesjes niet. Jawel, dat is wel. Knappe Kesjes dan. Dus ja, we gaan nog even wachten en dan spreek ik jullie zo weer. Ik ga maar kijken. Ik ben ondertussen aan het vloggen. Oh. Shout-out naar Jake. Wat? Staat eigenlijk op rek. Ja. Oh. Ja. Dus, ik ben lid van TPVY. Volg het TPVY Music op Instagram en Twitter en Snapchat. Daar zit het twee tussen. Oh, er zit dat ene ding van mijn broer. Ding. Yes. Oh, dit is Jake, kan jij even... Oh, je moet even foto's van me maken. Nee, niet van niemand mag jouw kind. Wat moet ik jullie nu gaan doen? Want ik ben Anne. Kan jij even... Ja. Kan je dan maar ook foto's maken? Dag ballon. Nee, ik wil niet. Ik ben met Amber. Hi. En ik ben met Zoe. Schat, Amber zie je niet. En Noor. Oh. Nu wel. Oh. En hierachter staat Noor. Waar staat ze? Ja. Oh, hier. En Sterren zit binnen. En daar heb ik jou weer. Ja. Yeah. Mag erbij. Ja, vloggen. Oh, vloggen. Dus we gaan filmen. Maak niet uit, man. Oh. Staat op de vlog. Joh, zuggetje. Ik heb je plekje. Escort E2, escort E2. Jamie. Samen. Oh, wat ben je echt. Oké, doei. Zwaai eens. Doei. Nee. Doei. Ik heb veel. Nou, Jamie is met Jamira aan het schoten en ik ga vallen. En ik ga vallen. Ik ga pleuren aan de virus. Waar de fuck is mijn gat hier? Wat doe jij nou, Sylvana? Ik ga eten. Nee, jumpen. Zwervertje. Dit lijkt net een attractie Efteling. Attractie, dankjewel. Every day I'm working. Ik heb nog jouw boodje in mijn tasje. Ik heb nog een toch? Toen dacht ik van, oh, kijk uit, tas. Hallo. Hallo. Oh, shit. Hallo, Rosalie. Oké, is wel genoeg geweest. We zijn er. Ik wil net zo naar beneden. Zijn we er? Twee, nee. Één. S. Oké, dat is heel. Oh mijn god! Nog 5 keer! Hoeveel moeten we er nog? Jaartje. Helemaal naar het einde. Ik doe even een klaar. Nog keer, ook. Victoria's Secret.
Oh, wil je die van jou showen? Steeds verrassend, altijd verdelen. Ik heb hem bij de Victoria gekocht en ik kreeg een leuk tasje erbij. Ja, ik ook. Met voor hem zo. Dat krijg je niet bij de dingen. Dat krijg je niet bij de dingen. Bij Victoria's Secret wel. Maar je hebt toch niet daar. Je hebt er niet van. Neem je ervan wippen? Dat zie je niet. Oh, wacht. Film. Oh my god. Dit komt morgen online op YouTube. Ik zal je volgen. Ja, dan ben je mijn 500ste volger. Dan ben je mijn 500ste volger. Goeie ja, famous. Die mensen hadden me al geabonneerd. Oh my god. Ik yes, 500. Ik kreeg die impressie 499. Denk. Wie heeft daar ongeabonneerd? Nog een keer. 497. Denk. Ja, we doen mij 500 als ik ik krijg een lamme flerk. 499. Oh, ik weet niet eens of ik ben geabonneerd. Fuck jou. Die voor je. Ja, abonneer snel. Ik ben wel geabonneerd. Ik heb zoveel goed. Ik zie maar mijn lijf. Hij filmt het voor. Oh. Hoi Kia. Zeg eens een leuk verhaal. Nou, kijk. Vertel je droom. Ze beukt die, Jonny. Hou je pik. Dit ga ik lekker niet uitknippen. Ze likt hem zo. Dit was een grapje, want Kiara is niet zo. Mijn droom, kijk, dus ik was bij mijn nicht aan het slapen. En toen... Heel lang ja, het was echt een mooi huis, dus ik ging douchen. Maar die badkamer was echt gewoon... Groot. Oh, gisteren heb ik dit hele verhaal gehoord. En dat veranderde in een bad. Niet goed. En toen veranderde de badkamer. Veranderde ook opeens in een feestzaal. En er waren, ik zag Kai opeens en zo. En ik had opeens een jurk aan. Dus ik liep zo naar Samuel. Ik zeg zo tegen Samuel. Ik bakte de hand zo vast. Ik zeg zo, Samuel, heb jij met Lois? Hij pakt mijn gezicht zo vast. Ik zeg, ja, Kia. En toen was ik echt zo. Oké. Okay. En toen zag ik Dionie en toen ging ik zo rennen. Toen sprong ik op hem. En toen vielen we op de grond. Met zijn benen wij. Toen ging ik zo rollen en toen. Kijk uit! Guys, we gaan zo weer vallen. En toen zag ik zo op Dionie en toen ging ik hem zo kussen. En toen ging ik zo rare dingen doei. Tegen elkaar. En toen was doei. Ik echt. Ja, komt dit is niet goed. Dat niet goed daarvoor. Dus, we zitten nog steeds in de tram en oh... Het is geen tram, het is een metro. Kijk, Sylvana, volg haar. Niemand mag jou. Kom, doei. Ja, je moet die site echt maken. Niemand mag jou fax. En dan... Allemaal mensen reden die niet waarom mag. Niemand jou mag. Je stinkt. Like. Sylvana mag jou niet. It's a joke, she love you. She love you. Alleen als je veel geld aan lichaams. Ja, Sylvana heeft trouwens net de verkeerde ijsstift voor me gehaald. Ik wilde een map prik en ze zonder prik gehaald. Maar, I don't know. En Sterre wou niet met jou op de foto. Nee, ik heb fucking 5 uur gewacht om te horen. Nee, we moeten door. Oké, hashtag shaker bedankt. Shaker bedankt. Oké, doei. Hij kwam toch? Ik doe nog meer. Hey mensen! Zit jullie ook wel eens op de wc? Dan heb je van die zeepjes die door je handen glippen. Van die gefabriceerde in een verpakkingje die je ook in hotelkamers kan hebben. Die moet je bewaren, geloof me. Hey mensen, what's good? Hey, ik hoop dat jullie allemaal een fantastische dag hebben. En zoals jullie zien zijn we nu in het Vondelpark. Dat is Jamira. En ja, het zijn allemaal YouTubers en Jamie. Ik vind jou eng. Oké, ik vind het eng. Ik weet niet waarom, maar het zijn allemaal YouTubers en... Wow, dat is bijna. Het is echt fucking druk. Dus ja. Maar ik ken ze niet eens, dus ja, sorry. Echt sorry. Deze dingen zijn best wel hard. Zeer. Oh, hij is weer bezig. You know what I'm saying? How's the pancakes on top of the rental tables, on top of the plate? Kai! I know you're just... Ja, kijk, Kai!
Oké, doei. Ik weet eigenlijk niet wat ik wil zeggen. Je hebt nu al recht gedrukt. En je zit met een stukje omhoog. En je zit met je vinger op het geluid. Oh, waar dan? Waar zit het geluid aan? Ja, die zit aan die andere kant. Waar dan? Aan deze kant zit het geluid. Hier. Ergens. Dat kan mijn vinger op. Brooks, helemaal niks. Nee, weet ik. Waar zit in de camera het geluid? Oh nee, ik zie het al. Mooi hoor. Het al. Nee, maar... Oh, yo, wow. It's a big fat bitch in the fucking motherfucker. Oké, zo is het wel beter. Nou, we zijn... Ik weet, heb je trouwens al gevlogd? Word je dat we het onderweg naar huis zijn? Nee. Oh, oké. Okay. Dadelijk ga ik het dubbel vertellen. Doe even mijn camera even mijn ding, anders moet ik veel gaan tekenen. Zo? Ja. Oh, shit, mijn arm, ik lul dan. We zijn al... Even kijken, ongeveer 3 kwartier. Jamie laat me lullen. Oh ja, zoiets. Sorry, ik ben even met iemand een gesprek op Snapchat. Oké. Okay. Nou, we zijn ongeveer 3 kwartier onderweg. Ja, zoiets. En Jamie moet lekker 20 minuten op zijn bus gaan wachten. Ik heb fucking spierpijn. Hallo, kijk hoe ik zit. Om te kijken, kijk, want dit is natuurlijk het scherp, ja. Want dan kan je een soort van spiegel. En dan zeg maar, als je dan zeg maar het schermpje hebt. Ja, echt lekker goed verhouding. Maar dan heb je zeg maar het. Ja, geen schermpje. Wat Jamie wilde zeggen, ik haat het altijd om mezelf. Niet zeg maar. Ja, dat ook. Maar dat ik mezelf zeg maar niet kan zien. En Jamie heeft niet zo'n ding als Monica Geuze. Ik weet niet of jullie haar vlog kijken, maar I don't care. Die heeft zeg maar zo'n camera dat je haar zelf ook zeg maar kan zien. Maar nu kan ik mijzelf niet zien en auw. En dan zie ik mezelf in die spiegel van mijn telefoon. En dan moet je het wel goed houden, want ik zie me nou echt als een mogol. Maar dus Jamie moet dadelijk 20 minuten... Oh, mijn arm is lang. Jamie moet dadelijk 20 minuten op zijn bus wachten. En ik ga lekker met mijn fiets. Dus ik ben lekker binnen 5 minuten ben ik lekker thuis. En mijn stem is echt verrot. Ja, ik vond het echt een hele leuke dag vandaag. We hebben niet geschaatst. Nee, we hebben niet geschaatst, nee. Omdat het regende. En dan weet je... Ja. Zo, je telefoon trilt even. Sylvana zegt, ik ben in Almere. Oh, lekker. Maar, wat wil dan ook... Oh ja, we hebben niet geschaatst, want het regende heel erg. En dan weet ik. En... Dan gaat het mis en lig ik op een snuffert. Nee, die ligt Jamira weer op de snuffert. En dan trekt ze, wil ik te helpen, trekt ze mij ook weer naar beneden. Dus, Oh ja, ik ben echt zo'n knurras die dan op de bek gaat en dan maar binnenkort dat ik diegene meeneem die mijn hand vasthoudt. Binnenkort gaan wij ook snowboarden. Ja, binnenkort gaan wij ook snowboarden. Ik ben daar echt bang voor. Met Leroy, waarschijnlijk. Mensen weten niet wie Leroy is, but I don't fucking care. Een jongen van Brave Guy. Die kennen ze sowieso. Ja, maar niemand... Oh ja, wel. We gaan binnenkort eens schaatsen en ik denk dat ik dat ook ga vloggen. Met de GoPro. Maybe. Met de GoPro. Van Carmen, die gaat het negentje. Ja, ik zie me nog steeds niet, hè? Nee, je moet hoger houden. Ja, beter. Want volgens mij heb ik echt zo'n heel kokosnotenkoek. Heb je altijd al gehad, Thanks, wat ben je weer aardig voor me. Maar ja, goed verhaal, Jamie. Ik weet niet eens meer wat ik wilde vertellen allemaal. We hebben in ieder geval... Waar waren we? Dat wil ik helemaal niet vertellen. Oh. We hebben allemaal... Amber. We hebben Amber gezien. We hebben Zoe gezien. Noor. Ze zitten trouwens allemaal Noor. In de vlog. Behalve Sterre. Maar... Ja, Sterre zit niet in de vlog, want... Die mocht niet met ons op de foto van... Jill, mag ik zelf ook nog aan het woord? Ja, tuurlijk. Oké, okay, anders neem jij dat ding maar, ja? Oké, niet goed. Zo, gaan we verder. Charlie, are you here? Are you here? Are you there? Are you fucking don't care? Oké, die was niet grappig. Maar goed verhaaltje meer. Ik raak deze in de war door jou. Ja, hallo. Je filmt nu alleen maar je neus en je oog. Niet je mond. Zo. Kun je nagaan hoe goed ik vlog. En dan zeg jij, ja, moet je ook geen vlogding beginnen? Nee, dank je. Dan neem ik wel eens mijn camera die Monica Geus ook heeft. Jamie, heb jij nog wat te zeggen? Nee. Ik kan niet wachten op de vlog. Iemand zegt, type van in de vlog, Joost in de vlog. Oh. Oh ja. Job. Oh nee, J-Wobbop. Job. J-Wobbop. Oh, hoe lang staan we nou al stil? We staan nu echt gewoon al... Diepje van waar zit trouwens in de vlog een eenhoorn Joost zit in de vlog. Jamie kan maar nooit een keer uit laten praten. Dat is echt schijn irritant van hem.
Maar nou weet ik niet eens meer wat ik wilde zeggen. Dat is niet mijn telefoon, but okay. But okay. Okay. Jamie, ik zie mijn dubbel. Pardon. Nee. Ja. Oké, ik kan beter gewoon stoppen met het ding volgens mij. Yeah. Mijn arm wordt echt lam en mijn duim blijft dadelijk zo staan. Jamira en haar relaties. Oké, vertel maar. Jamir, dit is heel interessant voor mijn lieve kijkers. Mijn relaties? Ja, weet ik veel. Wat jij net tegen mij liep te... Nee, niet mijn relaties. Nee. Oh, over je liefde weet ik veel. Mijn liefde, mijn nieuwe liefde. Ja, vertel dan. Mensen gaan... Kan je maar überhaupt wel zien? Kom maar jullie deze fles. Nee, ziet je echt. Niet dus. Wel eens. Praat dan. Oh, we rijden al. Ik denk, waarom beweegt de grond? De grond beweegt. Charlie. Waar gaan we heen? Hey, nul. That's my word. Please. No, that's mine. I don't know what to do right now. I'm talking to you. I'm talking to myself. I'm talking English right now. What the fuck? Nee, oké. Baby! Ja? Fuck off me. Every day I'm shuffling. Maar... Oké, doei. Nee, oké. Nee, nu ga ik echt. Film je wel? Ja, ik film al minstens een half uur, Dickie. Noem maar niet zo. Praat. Ik praat. En je filmt. Je bent erg. Niet op Snapchat. Niet op Snapchat. Kijk. Wacht. Er zit deze in de kijk. En ik heb hem Snapchat afgesloten en hoor. Terwijl hij gewoon uit is. Terwijl hij gewoon uit is. Het is echt net een hond die blaft. Dat is Jamira, wacht. Jamira. Ik ga hem uitzetten, want ik word hey, gek. Hey, Piemhuis. Ik heb nog maar 4 minuten. Was dat in de bus ook? Dat is echt gewoon Charlie, are you here? Oh, is weg. Phew. Nee, maar Jane, ik wil over mijn liefde vertellen. Ja, vertel dan, in 4 minuten tijd. Praat dan. Praat dan. We hebben nog 3 minuten inmiddels. I don't fucking care. Ik moet plassen. Nou, praat dan. We hebben nog maar 2 minuten. Ja, praat dan. Shut up, jij. We gingen net naar... Einde verhaal. Kutjong. We gingen net naar Vondelpark. En daar heb ik mijn liefde ontmoet. Ja, wie heb je ontmoet? Je Lipton? Nee. Every day I'm talking. Nee, ik ga hem laten zien. Ik wist niet eens dat er deze gast bestond. Het was blijkbaar een YouTuber. Die Jamira best wel knap vond. Hij is best cute. Wacht even. Hij heet? Ja. Ik zet het hier in beeld. But okay. Dat doe jij nooit. Jawel. Nee, dat doe jij echt nooit. Jamira Shadow. Kijk, stel me even scherp. Hij staat scherp, maar... Oh. Wow. Wat een kutcamera zeg. Ja, zo zie je het. Dit is... Oké, dat is dus Jeroen. Jeroen van Holland. Allemaal abonneren op zijn kanaal. Maar niet jeus. Ja. Want hij is echt zo schattig. Want zijn kanaal is gewoon bom. Ik wist niet eens dat hij bestond. Oh, nu ben je niet meer scherp. Ja. Ja, nu ben je scherp. Ook. Ik wist niet eens dat hij bestond. En we zijn by the way in Delft. Oké, doei. Maar... Heb je serieus weggeklikt? Oh. Nee. Waar is mijn OV? Maar het was een beetje awkward. Want iedereen... Oh, yeah. Ah ja, iedereen. De mensen zeiden, ja, geef hem dan een knuffel, geef hem dan een knuffel. Maar... Het was een beetje heel erg awkward. Er stonden echt mega veel fans. Iedereen? Sylvana? Ja, alleen Sylvana wel. En die zegt van ja, geef dan een knuffel, dit, dat. Maar Carmen die zegt Jamira. Interessant hè. En Gaat het verhaal nog lang duren? Want mijn arm doet zeer. Ga door. Ja, ik weet niet wat ik al zei. Nou, ik ben dus weer thuis. Het was super gezellig daarnet. Ik ben naar de bios geweest. Ik ben naar de film Star Wars geweest. Ik vond het niet zo heel erg leuk. Ik ben niet echt van de Star Wars films en zo. Daar hou ik nooit van. Maar mijn vader vroeg me mee. Dus ik dacht, nou oké, laat ik maar meegaan.
Dus dat. Ik ben nu 12:30 en ik ben net onder de douche vandaan. Ik heb mijn haar gewassen, want het was alweer 2 dagen geleden dat ik het had gewassen. Ik was het eigenlijk om de 2 of 3 dagen. Vroeger was ik het echt heel vaak, was ik echt elke dag. Maar toen bleek dat dat mijn haar er niet goed tegen kon. Dus nu was ik gewoon 2 keer of 3 keer in de week. Dat gaat wel goed. Ik heb deze trui aan van de H&M. Mijn Nike-broek komt van de Nike-store. Die heb ik online 2 jaar of zo. Maar ik heb wel dingetjes gekocht in Amsterdam. En dat wil ik graag aan jullie laten zien. Het is niet zo heel veel. Maar ik ben geweest bij de Body Shop. En de Body Shop heeft gewoon rond de feestdagen. Of nee, in januari hebben ze gewoon de beste sale. Want alles gaat dan zeg maar in de uitverkoop voor 50%. En ik heb 3 items weten te scoren die al best wel lang op een verlanglijstje stonden. Want zoals jullie weten heb ik heel vaak die bath jelly gebruikt van de appellijn. En die kon ik dit jaar ook weer vinden. Maar toen dacht ik van oké, weet je, ik heb dat nu al uitgeprobeerd. Ik wil wat anders uitproberen. Dus ik laat jullie niet even van de Frosted Plum heb ik deze shower gel gekocht. Deze ruikt super lekker. Het is ongeveer 250 milliliter. En normaal betaalde je 7 of 8 euro voor dit. Voor dat had ik hem echt niet gekocht. Nu betaal ik maar 3,50. En daarvoor zou ik het zeker doen, want hij ruikt super lekker. Dan heb ik nog 2 geuren van de appellijn. Dat is deze. De Glazed Apple Shower Gel. En precies hetzelfde verhaal. Eerst 7 of 8 euro en nu maar 3,50. Dus ik heb beneden nog zeg maar zo'n douchegel staan. En dat is zeg maar, die is bijna op. Dus ik dacht, oké, dan heb ik gewoon 2 lekkere kerstgeuren. Het is nu gewoon lekker koud nog buiten, dus het zijn echt warme geuren. En dan heb ik dit zeepje nog gekocht. En dit is ook in de geur Glazed Apple. En deze is ook van de Body Shop. Echt, ik weet echt niet waarom ik dit heb gekocht. Maar volgens mij ruikt hij wel lekker. Hij ruikt lekker. In de winkel heb ik hem geroken natuurlijk. Maar we gebruiken nauwelijks zeep in het huis. Zeg maar gewoon echt zo'n blok zeep. We gebruiken wel handzeep, maar gewoon niet een blokje zeep. Dus deze is van mij. Dus. En hier betaal je normaal 3 euro voor. En nu maar 1,50. Dus ik was voor dit zeepje, de shower gel en de 2 showergels, was ik, normaal was het dan iets van 17 euro voor 3 productjes. Maar nu ging er 50% korting af, dus betaalde ik voor 3 producten 8 euro. En dat vind ik helemaal geen geld. Ik ga dus nu heel even snel de vlog uploaden van gisteren. Die komt vanavond nog online hoop ik, of morgenochtend. En dan ga ik de vlog uploaden of editen van vandaag. Maar wat ik altijd doe in de avond, mijn ouders zijn ook beneden, dus dat is chill. Ga ik wat even strekken en dat soort dingetjes doen op muziek. Dus daarvoor heb ik dan nodig natuurlijk mijn everything. Mijn iPhone en mijn koptelefoon. Want ga ik altijd meestal dansen op Jess Glynn, Take Me Home. En ik moet ook binnenkort gaan oefenen, dus voor een auditie, dus dat is wel super chill. Maar voordat ik dat ga vertellen, dat horen jullie later wel. Want ja, ik ga jullie gewoon heel jaar meenemen. Dus dat. Dus ik ga nu heel even dansen, de vlog editen. En dan zie ik jullie zo weer, hoop ik.